Yo mensen, GroenVDNPNL met vandaag een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik super hyped, want we gaan Messi packen. Let's go, yes. Jongens, 96 Messi is volgens mij. Hij gaat van mij worden. We hebben de heerlijke Weekly Rewards, Elite Weekly Rewards. Ja, deze man, Lionel Messi. Deze wordt van mij. En anders, Griezmann, ook prima. Helemaal niks mis mee. Trouwens, ik denk oprecht dat als ik aan mijn player picks Messi en Griezmann kijk, dat ik dan voor Griezmann ga, want Griezmann... Ja, die ga ik eerder gebruiken dan Messi. Ik vind Messi namelijk niet zo heel goed eigenlijk in FIFA. Maar ja, dat kan ook aan mij liggen. Doe zeker een duimpje op deze video. 2000 likes helemaal top zijn. De 2000. Laten we voor de 2500 gaan. 2500 moet lukken. Mensen, ik had al een video opgenomen. Maar ik had weer mijn audio verneuken. Want echt, ik heb dus Camlink van Elgato. En ondanks dat ik Elgato echt een goed bedrijf vind, is die Camlink echt het kutste ding ooit. Dat neemt dan per ongeluk je audio twee keer op. En dan heb je dus dat AIDS audio. Dat je alles twee keer hoort. Oh, echt. Hoofdpijn. In ieder geval, Fabinho wil ik ook wel packen. Ik heb geen idee hoeveel Fabinho waard is. En Gabriel Jesus wil ik ook wel packen, om heel eerlijk te zijn. Gaan we kijken qua waarde wie het duurst is. Laten we alsjeblieft hopen dat ze allemaal een beetje waardevol zijn. Want ik heb natuurlijk dat lekkere informpack. Fabinho speciaal. Informpie 200. Nou, ik denk al 250k. Dat is heerlijk natuurlijk. Ja, die willen we. 250k. Ja, dat zou fucking lekker zijn. Gabriel Jesus is ook 250k. En je hebt dan nog meer, dan hebben we ook nog natuurlijk Griezmann. Nou, die zal echt wel een miljoen zijn, denk ik. Nou, misschien iets minder. 800, 900k. Ja, die is 800k. Ook niet helemaal verkeerd. En dan hebben we nog Messi in vorm. Die volgens mij best wel een upgrade heeft gehad, volgens mij, als ik het goed heb. Ja, best wel prima. Nou, eigenlijk alles. Ja, wel drie passingen erbij. Die is 2,5 miljoen. Iets minder. 2,2 miljoen. Laten we dan wel hopen dat we die gaan krijgen. Ben je niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker. Kan je beneden. En doe ook dat belletje. Join hashtag Team Belletje. En ja, laat ook weer in de comments dat je ook lid bent van Team Belletje. Laten we beginnen met de Division Rival Packs. Aangezien we twee zeldzame spelers packs krijgen, gaan we natuurlijk voor de untradables. Maar ja, we gaan gewoon die Griezmann krijgen. Untradables. Dat zou echt heerlijk zijn, jongen. Dat zou toch lekker zijn. Oh. Laten we dan de FUT Weekend League ook maar gelijk doen. Kijk, wat ben ik ook weer geworden? Oh, natuurlijk. Elite alweer. What the fuck. Ben echt goed. 3 spelers kiezen. 1 primitieve week pakket. 100k pack, 7000 munten en punten. Ik ga geen Weekend League spelen deze week, mensen. Het is mijn eerste keer dat ik het niet ga spelen. En het komt omdat ik op Wintersport ga. Super veel zin in. Maar ja, ik kan natuurlijk geen Weekend League doen. Ja, jammer maar helaas. Laten we beginnen met deze spelers. Mensen, alsjeblieft, geef mij Messi of Neymar. Komt de eerste keuze. Oh mijn god, wat slecht. Oh, wat slecht. Hij heeft wel goede stats trouwens. What the fuck, Pepe. Wow, wat een stats, gast. Holy moly. 90 effecto. Wel een beetje weinig kracht. Dit is best wel een goede super sub, denk ik, of niet? Zou hij beter zijn dan Lozano als super sub? What the heck? Echt een goede kaart, dit. Hij is ook linksbenen, kan lekker naar binnen komen. Oké. Peppe, niet ontevreden mee. Prima kaart. Gaan we door naar de volgende. Geef me Messi of Griezmann. Messi, Griezmann. Oh, nee. Oh, nou, ik heb natuurlijk helemaal geen zin om blind te kiezen. Als ik echt één speler niet begrijp waarom hij in godsnaam in oranje op de baas staat, is het wel blind. Ik weet niet. Ik vind hem gewoon geen chille voetballer of zo. Oh, nou, we gaan voor Paulsen. Paulsen. Gaan we voor de derde. Geef me alsjeblieft Griezmann. Of Messi, nee. Oh, wat slecht. Waarom is deze kaart altijd zo fucking slecht? Cazella. Hoog, laag work rates, prima. Kiezen we hem. Ja, dat is wel matig hoor. Die Pepe is wel goed. Hij op zich ook wel. Oeh, maar het is gewoon niet wat ik wil. Ik wil gewoon echt even een keertje een speler van je denken van yeah, boy. Dat wil ik. Laten we eens kijken. We hebben echt flink wat pakketjes. Laten we maar beginnen met een zeldzaam goudpakket. Deze zijn natuurlijk een tradable, de eerste 4 die we gaan openen. Maar met een walkoutje. Nee, oké, dan skip hem ook gewoon. Ja, ik heb schijt dan. Ja, ik moet zeggen, dit is wel matig hoor. Een heel matig pakketje dit. Maar dit zijn natuurlijk de twee slechte. Na 250k pack, 100k pack en een inform pack. Dat is natuurlijk echt lekker. Ja, dit is echt... Wat, waarom is het groen? Oh, het is kerst natuurlijk. Kerst, natuurlijk. Kerst. Duh. Jezus, valt wel heel wat slecht. Oké, mensen, de eerste 50k. Wat voor spelerspak zijn trouwens? 45k. Zeldzame spelerspakket. Let's go. Daar gaan we dan. Boom. Oh, geen walkout. IE, hoe kan je me geen walkout geven in een 50k? Ik ben gek geworden of zo. Frans. Spits. Oh, Benzema. Oké, is niet heel slecht. Die is nummer 4. Dat is wel vrij slecht. Karim Benzema. Oh, die is echt helemaal niks waard. What the heck. Maar ik bewaar ze wel. Allemaal goed. SBC's, mensen. Bewaar die spelers nou voor die lekker smikkel SBC'tjes. Huh? Oh ja. Ik heb natuurlijk maar twee. Ik heb niet 200k pack. Ik dacht, ik heb nog 200k pack. Maar ik heb natuurlijk maar 100k pack. En één Team of the Week pack. Weer geen walkout. Doe even normaal, man. Echt, die Division Rival packs, jongen. Die zijn echt slecht deze week. Ja, Gleek. Fucking Gleek. Altijd die fucking Gleek. 1 keer heb ik Lewandowski gehad. 1 keer. Voor de rest altijd die fucking Pauper Gleek. Oké, die waren heel slecht. Maar we hebben nu nog het Primitieve Week pakket met daarin, die wie erin gaat zitten, zijn Messi, Griezmann en Fabinho. En dan hebben we nog 100k pack. We gaan beginnen met 100k packje. Geef mij alsjeblieft een walkout IE. Come on. Ik krijg geen walkout in als 100k pack. Oh. Worden dit de slechtste Weekend Rewards ooit? Oké, wel in vorm. Oh, die Paulsen. Oké. Ja, die is echt niks waard voor mij. Ik wil gewoon een walkout. In mijn spelen heb je echt sowieso al een goeie. Als je walker krijgt, heb je inform pack. Deze gast is niks waard. Wel ook Miranda en Calegon is op zich wel lekker. Want Miranda is 11k. En Calegon, ja, iets minder. Maar Miranda, die ga ik wel even erop zetten. Want die ga ik wel nooit gebruiken. SBC's, mensen. Denk aan die SBC's. Oké. Okay. 283 is, dat is wel lekker. En dan heb je nu nog de inform pack. Geef mij
en Walker. Alsjeblieft. Nee mensen, ik ga gewoon doen. Ik ga niet kijken en dan stort ze naar mijn... En dan ga ik mijn club inkijken. Dat ga ik doen. Ja, dat ga ik doen. Oké, ik ga niet kijken. Hopelijk is het een walkout. Alsjeblieft. Een walkout. Zo niet. Oh, dan haal ik mijn leven. Oh, nee. Het is geen walkout, hè. Voor mij is het echt fucking slecht. Dat is nu al uitgelopen of zo. En het is Messi, ja. Messi, ja. Oh, Messi, oh. Ja, ik doorgaat mijn reactie die ik straks ga doen. Ik wil een beetje duidelijk zijn. Ik ga even skippen. Dan gaat hij even draaien. Als het goed is. Nou, hij is nu al geskipt. Doe ik R2, allemaal mijn clubje in. En dan kan ik nu terugkijken. En nu zijn ze terug. Oh mijn god, laat me alsjeblieft een goeie hebben. Kom aan. Geef wat goed. Komt hij dan? Oh nee, maar het is geen Messi. Messi, ik heb geen Messi gepakt. Als we hier staan, wij zijn tweede. Bij de volgende ga ik het zien waarschijnlijk. Kom op. Oh, kijk, gaat weer in de koers. Lekker. Ziet nice. En blink. En. Ik derde weet ik niet. Gaan we weer in What the fuck? Fucking nice. 250k. Lekker zeg. Hoppakee. Dit was lekker. Gabriel Jesus. Fucking lekker. Fucking lekker. Holy moly. Lekker zeg. Ik weet niet of ik hem ga verkopen. De reden daarvoor is, ik weet niet of hij nu op zijn maximum prijs is. 250k is wel veel, hè. Wereldklasse speler gevonden. Lekker zeg. Wie de fuck was nou mijn derde in vorm? Ik vraag me echt af. Wie zit in het team of the week dan? Ik zit natuurlijk kijken, maar ik heb echt geen flauw idee, gast. Hè? Of is hij nog lager? Nee. Huh? Paul zat ik net al. Oh, deze Diego Souza is volgens mij. Ik denk dat het Diego Souza is. Diego Souza? Ja. Oké. Dat is de derde. Ja, die zal niks waard zijn. Maar Gabriel Jesus, wat fucking lekker. Holy shit. Dat is lekker. Dan kunnen we nu eindelijk Inform Kante kopen als ik wil. Dat is natuurlijk super nice. Dat ga ik misschien wel doen. Andere kant kan ik misschien ook Griezmann en dan de Road to the Final kaart. Daar ben ik ook wel, moet ik zeggen... Wel gecharmeerd van. Ook kan ik, als ik Petit verkoop en alles heb ik 1,8, 1,9 miljoen. Dan kan ik misschien wel Vieira kopen. Ook helemaal niet verkeerd. Dus we hebben echt flink wat opties door dit pakketje mensen. En daar ben ik toch wel heel erg blij mee. Ik moet zeggen, ik ga hem toch een keertje even lekker op het bankje proberen. Om even te kijken hoe die gast speelt. Dus ik moet zeggen dat dit toch wel erg lekker is. Ik heb geen idee, is op Lindy zwaar zijn. Hij is wel 84 natuurlijk, dat is wel hoog. Ik denk niet dat ik hem ga verkopen. Want ja, 84 in vorm zijn fucking chill om te hebben voor SBC's. Dus dat is nice. Maar dit is lekker mensen. Holy shit. Mijn favoriete speler. In welke FIFA was het? Ja, twee FIFA's terug of zo. FIFA 7. De 18 in het begin. FIFA 18 in het begin trouwens. Toen was hij goed jongen. Oh, niet normaal. Oké, dit is mijn tegenstander zijn team. Hij heeft wel een aardig teampje. Hij heeft die 90 Dybala's Champions League kaart. En ook een Champions League kaart van Alexandro. Dus dat is op zich wel aardig. Maar ja, natuurlijk nooit beter dan mijn heerlijke spikkelteam. Want hij heeft ook... Juan Jesus. Ja, ik noem mij altijd ook Juan Jesus. Die spits ik dus net gepakt heb. Maar die heet natuurlijk Gabriel. Maar ik vond het gewoon leuk om hem gewoon te noemen. Dan gingen mensen boos worden en zo. Dat vond ik altijd lachen. Maar oké, laten we dit potje maar even winnen. Ga die pauze druk. Doe even niet of zo. Ik zou ook eventueel nu best kunnen kopen. Want ik heb nu echt weer lekker veel coins, jongen. Zo, hier wandel ik doorheen. Het is jammer dat Suarez ineens iets aan zijn lip krijgt. Maar trouwens, nu ik zo ook denk. Ik heb nu 700k. Hè. Als ik nog even doorspaar. Of misschien... mijn Inform Neymar en Inform MLP verkopen. En daar gewoon een normale kaart verkoop. Dan kan ik bijna gewoon. Cristiano Ronaldo kopen in de spits. Oh, dat is ziek. Die wil ik eigenlijk wel hoor, mensen. Als we even heel eerlijk zijn. Die is nu 2,5 volgens mij. En ik denk dat ik 6. Ik denk dat ik 1,2. Heb ik nog 1,2 miljoen nodig. What? Of ik moet mijn Petit ook verkopen en met Inform Bakayoko gaan spelen. Maar dat zie ik toch niet echt zitten. Neymar! Neymar? Wat zeg ik? Het is Griezmann. Het is Griezmann natuurlijk die fantastisch afmaakt. Heerlijk. Fantastisch doelpuntje. Lekker. Oké, daar gaat hij. Kom op. Suarez rennen, jongen. Goed, Suarez. Suarez, pace. Ah, ja, pace. Iets wat niet bestaat in dit spel. Daar gaat Lala. Lala, ren jongen. Lala, goal. Lala scoort. Dani Alves scoort hij ooit? Nee. En Lala zeker wel. Yes, Lala, wat ben je goed, jongen. Love you, Kenny Lala. Kenny Lala. Goeie naam. Heet je Lala? Noem je juist ook nog Kenny. Niks mis met Kenny, maar niet als je Lala heet. Ik heb gehoord dat het bij rust is tijd voor... Dat het bij rust tijd is om Gabriel Jesus een kans te geven in het elftal. Dan gaat Griezmann, kom op. Ja, boom! Suarez 3-0. Ja, hij gaat nu lieven, kloten. Gaat hij lieven. Wat een goza. En ik wil heel graag nog gewoon even Gabriel Jesus een kans geven. Liefde, wat een goza. Oké, gaan we weer mensen. Nog een potje, let's go! Oké, let's go. Ik moet zeggen, om heel eerlijk te zijn, heb ik het team van mijn tegenstander een klein beetje gemist. Omdat ik een filmpje aan het kijken was. Ik was namelijk mijn eigen filmpjes aan het kijken. Maar ja, je moet echt
Ik geniet zo van mijn eigen filmpjes. Dat is echt ongelooflijk. En ik ben echt aan het twijfelen, want ik krijg ook veel te horen. Ja, je moet Ferdinand halen en Blanc weg. Ja, ik weet niet hoor. Ik vind Blanc echt wel goed. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat Ferdinand veel beter is. Oké, komt die mensen. Ik doe een power free kick. Echt recht in de muur. Fantastic! Neymar! Neymar. Waarom zeg ik bij elke speler Neymar? Heb ik een kronkel in mijn hoofd of zo? Suarez met de 1-0. Lekker doelpuntje. Prima, niks mis mee. Griezmann goed. Voorzet. Matig. Terugleggen. Lekker. Nog verder terugleggen. Lekker. Nog verder terugleggen. Omhoog wippen. Suarez. Boom. 2-0. Echt easy. Ik zie dat omhoog wippen, dat gebruikt echt helemaal niemand volgens mij. Een balletje omhoog wippen. Dat doe je gewoon met je rechter sticky. Als die bal er aankomt, doe je gewoon de kant op waar je omhoog wil wippen. Het is echt super makkelijk. En het is echt goed. Het is echt fucking goed. Nee, je ziet dat nu niet in deze herhaling, maar het is echt lekker. En ze staan wel weer 2-0 voor. Twee keer Suarez. Ja, kijk, hoe goed Gabriel Jesus ook is. Ja, beter dan Suarez is hij waarschijnlijk gewoon niet. Ja, daar kunnen we gewoon heel eerlijk in zijn. Is de eerste dan, ja, kijk, aan de ene kant denk ik van ik ga even snel je 3-0 maken. Aan de andere kant denk ik van ja, is hij ook weer weg. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. Maar ja, kijk, probeer hij langs Lala te komen. Ja, dat is natuurlijk kansloos. Je komt niet langs Lala. Kijk, als daar Dani Alves had gestaan, ja, dan was hij er wel langs gekomen. Dus ik denk dat hij daarop hoopte. Stiekem. Goed, goed. Neymar, doen jongen. Oh, Neymar, wat goed. Lekker zeg, 3-0. Hij gaat lieven. Nee, dat bedoelde ik. En hij is ook weg. Mensen, wat ik ga doen. Ik ga een video maken met Gifthoed. En die zal ik over 2 dagen uploaden als we hier 1500 likes halen. En zal ik laten zien hoe goed die is. En ik heb ook nog wel een leuk ander idee voor die video, maar dat zie je dan. Maar ja, dit heeft geen zin. Maar ja, ik ben gewoon te goed en dan lead iedereen. Het spijt me. Ik heb inmiddels, ben ik wel bijna divisie 2, denk ik. En dat is natuurlijk wel heel erg lekker. Kijken hoeveel punten ik nog nodig heb. Nog 68. Dus dat zijn nog 3 potjes winnen, denk ik. Oh, klote. Ik ben bijna rank 1. Maar ja, dan gaan we natuurlijk weekend toch weer rank 3. Maar in ieder geval, is dat zien we in de volgende video. Vond je deze video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. En wil je meer van zien? Dat kan. Klik dan hier of hier. Wil je me abonneren? Dat kan ook. Klik dan hier. Klik hier dan. Klik dan. En zie ik bij de volgende video. Gelijk veel aan in de volgende keer. Doei! Later!